Het begint waarschijnlijk buiten. Twee mannen roepen God is groot in het Arabisch, Allahu Akbar, en rennen naar binnen, het winkelcentrum in. Meer is niet bekend, maar wat volgt is een enorme politie-inzet. Ja, het feit dat die mannen naar binnen kwamen en Allahu Akbar riepen, dat levert een hoop onrust op. En wij willen natuurlijk ieder risico uitsluiten. En daarom hebben wij het winkelcentrum doorzocht om te kijken of er misschien iets achtergebleven was. En dat blijkt niet het geval te zijn. Winkels zijn onbereikbaar en gaan dicht. Een dag later is het gesprek van de dag in het winkelcentrum. Ja, heel ongewoon voor zo'n dorp als Leiden-dorp dat ook zoiets gebeurt. En ja, is ook een hele vreemde gewaarwording. Want je denkt altijd maar het gebeurt alleen bij een ander. Het werd groots aangepakt. Er was meer aan de hand. En het is natuurlijk een klein dorp en je waant je altijd relatief veilig. De politie roept mensen de laatste jaren op om alert te zijn. Om aanslagen, zoals in het buitenland, door bijvoorbeeld moslim-extremisten te kunnen voorkomen. Landelijke politiecijfers laten zien dat we steeds alerter zijn. Sinds aanslagen in Parijs en Brussel krijgt de politie dagelijks 500 meldingen van verdachte situaties meer dan voorheen. En rond recente aanslagen, zoals op de kerstmarkt in Berlijn en in Stockholm, stijgt het aantal meldingen. Maar alleen als de situatie erom vraagt, rukt de politie zo groot uit als gisteren in Leiderdorp. Buiten het roepen in het Arabisch zou er volgens de politie meer aan de hand zijn geweest. Maar wat is niet bekend? Ook als de mannen een grap hebben uitgehaald, wordt hier de politie-inzet toegejuicht. Perfect. Prima. Altijd serieus nemen. Ja hoor. Dat weet je nooit van tevoren of de kat er kwaad is. Het kan altijd uit de hand lopen. Ja, dat hoor ik ook wel bij de mensen met wie ik vandaag een praatje maakte hier. En bij de winkeliers, dat niemand kwalijk wordt genomen. Nee. Eerder de duim omhoog.